Welkom, dames en heren, bij de Tegenlicht internetserie De Slag om het Internet. Mijn naam is Roland de Jong en ik ga de komende maanden onderzoeken hoe we het internet weer kunnen gaan fixen. Dat doe ik met podcasts, videostreams en blogs. En die kunt u allemaal bekijken en beluisteren op de Tegenlicht VPRO-site. Dus check de Tegenlicht VPRO-site regelmatig voor updates over De Slag om het Internet. Dit is alweer het derde gesprek hier vanuit de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik ga in gesprek nu met twee mensen. Julia Jansen, zij is kunstenares. En dankzij Facebook kwam zij erachter waarom zij van groen houdt. En ik ga als eerste spreken met Hans Schnitzler, filosoof en publicist. Je hebt een boek geschreven, Het Digitale Proletariaat, waarin je ingaat op de verregaande menselijke gevolgen van ons digitale gebruik, van het digitale tijdperk. Hans, hoe kan filosofie ons helpen om beter met technologie en internet om te gaan? Ja, mooie vraag. Ik zou heel flauw kunnen zeggen, dan moeten we eerst hebben over wat is filosofie nu eigenlijk. Maar laat ik toch maar even die vraag voorbij gaan. Ik denk op twee manieren. Enerzijds, als filosofie gaat over het kritisch bevragen van onszelf en de wereld om ons heen, dan is filosofie bij uitstek, denk ik, een manier om op een kritische manier te kijken naar wat er eigenlijk nu precies gaande is. En wat mij betreft gaat dat dan eigenlijk over een kritische vorm van filosofiebeoefening. Dat wil zeggen dat filosofie kan helpen om te kijken naar welke machtsideologieën, welke structuren spelen nu eigenlijk een rol bij de totstandkoming van onze technotoop. En het mooie van filosofie, een van onze belangrijke tools, is natuurlijk het gedachte-experiment. En daar raakt het ook meteen aan kunst. Dus je kunt bijvoorbeeld allerlei interessante gedachte-experimenten uitvoeren, zoals data, wat zijn dat nu eigenlijk? En als het zo is dat data en algoritme ons beter leren kennen dan wij onszelf kennen, zoals soms beweerd wordt, zou het dan niet een goed idee zijn dat ze ons een bindend stemadvies uitbrengen, bijvoorbeeld. Dat we niet meer zelf hoeven na te denken over welke partij het best bij onze behoeftes past. Dat soort gedachte-experimenten kunnen je verder helpen om steeds scherper, steeds kritischer in de zin van het maken van onderscheid kunt zien waarin we nu eigenlijk terecht zijn gekomen en wat er eigenlijk aan ten grond ligt. Ja, maar... dat is een hele mond vol. Ja. Er worden heel veel interessante dingen opgeworpen. Met je welnemen gaan we eerst kijken naar een fragment uit een tegenlicht over de verregaande invloed van algoritmes. Kunnen we dat er even bij halen, alsjeblieft? We hebben geen idee wat de algoritmes op dit moment over ons kunnen voorspellen en welke gedragsdata ze daarvoor hebben gebruikt. Het kopen van bepaalde shampoos kan al essentiële informatie over ons prijsgeven. Zo berichtte de New York Times dat een supermarktketen wist wanneer een meisje zwanger was, voordat ze dat zelf misschien wist of kenbaar wilde maken. Het supermarktalgoritme ontdekte dat het meisje van geurende shampoos overstapte naar minder sterk ruikende producten. Omdat het reukvermogen van zwangere vrouwen omhoog gaat, ging het supermarktalgoritme ervan uit dat dit meisje zwanger moest zijn. Haar vader wist dit niet, maar kreeg wel de aanbiedingen van babyproducten. Dankzij de analyse van triljoenen bytes aan gedragsdata die we onbewust achterlaten in het digitale domein, kent Big Tech ons soms beter dan we onszelf kennen. They can predict things like our personality, our emotions, our sexual orientation, our political orientation, a whole range of things that we never ever intended to disclose. Ja, wij kennen onszelf helemaal niet zo goed als die algoritmes. Ja. Moeten we ons leven maar niet gewoon uit handen gaan geven en onszelf een enorm plezier ermee doen? Ja, daar zou je een gesprek over kunnen voeren. Kijken van wat is de uiterste consequentie daarvan? Is dat wenselijk of doet dat wel recht aan onze menswaardigheid? Maar wat je hier natuurlijk ziet, en wat dat betreft is dit voorbeeld, wat natuurlijk best wel een bekend voorbeeld is, maar wel heel erg veelzeggend. Omdat het duidelijk maakt dat er is een soort verlangen om ons handelen voorspelbaar te maken. En dat doet men aan de hand van de digitale datasporen die je overal achterlaat. Gecombineerd met de sporen van miljoenen andere mensen. En op die manier word je eigenlijk vastgepind op het soort gedrag dat je in het verleden hebt laten zien. En dat wordt dan geprojecteerd op een mogelijke toekomstige voorkeur of wens. En daar word je dan ook nog eens een keertje in gestuurd. En wat hier eigenlijk op het spel staat, is nu juist die openheid naar de toekomst.
dat je dus ook onvoorspelbaar gedrag kunt vertonen. Dat daar, ik denk dat onze menselijke vrijheid nu juist daarover gaat. Dat je een intentie hebt en dat je die wel of niet kunt gaan uitvoeren of waarmaken. Maar jij denkt dat algoritmes die menselijke keuzevrijheid juist in gevaar brengt? Ja. Ik denk dat als het gaat, en Zuboff zegt ook ergens in haar boek, de Age of Surveillance Capitalism, dan pleit ze ook voor een recht op een open toekomst. En dat is inderdaad wat er op het spel staat. Ze verwijst daarmee ook naar Hannah Arendt, een filosoof, die ook duidelijk heeft gemaakt, ja, ons handelen is natuurlijk onvoorspelbaar. Hè. Eén enkele handeling kan een hele keten aan gevolgen in gang zetten die we niet kunnen overzien, die letterlijk tot het einde der tijden kunnen voortduren. Ja, en dat is natuurlijk een ontzagwekkende gedachte. Want dat betekent dat degene die handelt, die weet eigenlijk helemaal niet wat die doet. Maar dan is het juist goed toch dat we algoritmes hebben die ons een beetje bijsturen voordat we de planeet vernietigen? In zekere zin wel. En tegelijkertijd, je ziet natuurlijk dat het verlangen om onze intenties en ons handel op het spoor te komen. Ja, dat is natuurlijk wat tirannen en despoten door de eeuwen heen hebben geprobeerd met meer of minder succes. Maar wacht even, je trekt een keiharde parallel tussen wat techgiganten met ons willen doen en totalitaire regimes. Ja. Er zijn heel veel mooie parallellen te trekken wat mij betreft. Ook het idee dat je zo graag achter de voordeel wil kijken. Want natuurlijk tyrannieën, totalitaire staten graag willen. Ze gaan eerst natuurlijk het publieke domein beheersen door daar allerlei wantrouwen te creëren, achterdocht. Maar tegelijkertijd willen ze graag als een vlieg aan de muur, bij wijze van spreken, achter die voordeur kunnen kijken om te kunnen ingrijpen voordat mensen dingen gaan doen die misschien onvoorspelbaar zijn of niet passen in de ideeën die ze daarover hebben. Nou goed, dat is ideologie. Dat gaat over een idee van hoe een samenleving ingericht moet worden. Maar dit gaat natuurlijk ook vooral in ons tijdperk over ons koopgedrag in eerste instantie, onze wensen en voorkeuren, om die te kunnen beïnvloeden. Ja, maar dat denk ik ook. Maar jij maakt er toch wel een keiharde parallel van met een totalitair regime. Is het, hoe valide is dat en legitiem is dat om ze op één niveau te trekken? De Facebooks en de Googles met een Stalin. Nou nee, kijk, natuurlijk, het gaat mij om een soort dynamiek die daarin zichtbaar wordt. En dat gaat over die openheid naar de toekomst, over het handelen. Ik zou natuurlijk nooit willen beweren dat ze erop uit zijn om ons allemaal een kopje kleiner te maken. Of dat we geen ruimte meer hebben om andere keuzes te maken. Gelukkig is dat er nog wel. Ja, maar het is eigenlijk, je bedoelt eigenlijk wat dictators en Google en Facebook gemeen hebben, is die absolute obsessie met zekerheden in de toekomst. Ja, controle. Met controle. Ja, en eigenlijk is dat een onmogelijkheid in zichzelf. Ja, dat is het natuurlijk uiteindelijk wel. Want je ziet natuurlijk ook onder grote tyrannieën dat mensen altijd manieren weten te vinden om zich daaraan te onttrekken. Ja. En dat geldt ook voor onze technotoop. Er zijn ik wil even doordenken op die flow. Want dat betekent dus eigenlijk dat het een weeffout is in het denken van Google en Facebook om dat überhaupt te willen, die totale controle op de toekomst. Ik denk dat het een weeffout is in ons kapitalistisch systeem. Want dit gaat uiteindelijk niet zozeer over technologie, maar over de verdienmodellen die daar aan ten grondslag liggen. En je ziet natuurlijk dat het kapitalisme een soort ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het ging eerst over geld verdienen op concrete diensten of producten. Toen kwam het accent echt bij speculatie te liggen. En nu gaat het over menselijk gedrag. En daar is natuurlijk, dat is wat er uiteindelijk aan ten grondslag ligt. Dus die ideeën, Zuckerberg die het heeft over een wereld in verbinding brengen, iedereen met iedereen verbinden, dat een betere wereld zal geven, is uiteindelijk natuurlijk ingegeven omdat hij zoveel mogelijk data nodig heeft en dat wij van zijn diensten gebruik maken. En dat hij op die manier zijn adverteerders, want dat zijn zijn werkelijke klanten, goed kan bedienen. Ja, maar is het nou een soort, wordt het nou een existentiële strijd om je te ontworstelen van die dataverzameling als mens? Of? Nou ja, zo zou je er wat mij betreft best naar kunnen kijken. Het gaat uiteindelijk over van wat voor soort wereld wil je in leven? Die data zijn er natuurlijk op gericht om zoveel mogelijk frictie weg te halen. Dat dingen gemakkelijk en snel en soepel gaan. Daardoor gebruiken wij ook zo graag al die mooie instrumenten. En tot op zekere hoogte gaat het ook over een vorm van levenskunst. Van hoe kan ik, zonder meteen een aluminium hoedje op te zetten, toch op een bepaalde manier kan en wil ik ook vooral me daaraan onttrekken. Jij hebt geen smartphone. Nee, klopt. Ja. Hoe bevalt dat? Nou ja, het is mijn kleine onbeduidende daad van verzet. Het bevalt op zich goed. Maar dat heeft ook te maken met, behalve dat ik probeer mijn datasporen te minimaliseren, ik ben ook ontvankelijk voor al die prikkels. En ik weet zeker, als ik een smartphone zou hebben, dan zou ik ook de neiging hebben om toch even mijn mail te checken of even op Twitter te gaan. Nee, dat begrijp ik. Maar ik
ik zou hem op dit moment niet weg kunnen doen, mijn smartphone. Ik ben er te veel verslaafd aan. Ja. Ik ben gewoon een slaaf van mijn smartphone. Ik moet eerlijk toegeven. Ja. Jij niet? Dat gaat goed. Dat gaat goed. En, ja, ik zie dat. En dat was eigenlijk de eerste vraag van wat kan filosofie? Hoe kan filosofie ons helpen? Het gaat natuurlijk ook over ethiek. Hoe te handelen. En wat betekent het voor jou om een goed en waardevol leven te leiden? Wat maakt het leven de moeite waard? En nou ja, wat ik met mijn studenten bijvoorbeeld doe. Die gaan een week helemaal offline. Om juist dat soort vragen. Juist omdat we er altijd wel trillende handjes. Nou, de eerste twee dagen is het eventjes dat is fantoompijn en zo. Dus we grijpen voortdurend natuurlijk naar een smartphone die er niet meer is. Ja. En ze zijn dus invalide. Maar ja, na een tijdje gaan ze toch een aantal ervaringen en inzichten, ervaringen opdoen en inzichten krijgen die bijzonder waardevol zijn. Wat ook ertoe kan leiden dat ze hun gedrag willen veranderen of hun verhouding tot de schermwereld. En ja, ja. Misschien, ik ben een soort uit de hand gelopen experiment wat dat betreft. Of een voorloper misschien wel, een pionier. Laten we het vooral ook zo bekijken. Want even tot besluit. Je vertelde mij dat hoe mensen met smartphones omgaan, dat het jou heel erg deed denken aan een mensbeeld die Nietzsche heeft beschreven. Kan je daar iets over zeggen? Ja, kijk, Nietzsche heeft natuurlijk, hij voorspelt de komst van de laatste mens, zoals hij dat noemt. En dat is een mens die niet zelf meer waarde creëert, maar die eigenlijk vooral op uit is op gezondheid optimaliseren, veiligheid. En dat zijn eigenlijk na de dood van God de nieuwe aanbeelden, zou je kunnen zeggen. En hij wil gewoon dat dingen gemakkelijk en prettig zijn. En ja, onze middelen, onze technologieën komen daar op allerlei manieren aan tegemoet. Sterker nog, ze halen zoveel frictie weg dat we zelfs niet meer met elkaar hoeven te communiceren. Als ik bijvoorbeeld een restaurant wil bellen om een tafeltje te reserveren, nou, dan heeft Google daar een bot voor bedacht. Ja, maar Nietzsche was er helemaal niet positief over die mens. Nee. Nietzsche zei dat is een soort uitgedoofd menstype. Dat is passief en creëert zelf geen waarde meer. En staat echt tegenover elk idee van levenskunst om uit te zoeken wat jij nu eigenlijk, hoe je je eigen karakter bijvoorbeeld zou willen vormgeven. Dus, en vind je dat de smartphone dat negatieve mensbeeld naderbij brengt? Nou, ik denk, ik ben het nu aan het lezen omdat ik met mijn volgende boek bezig ben. Als je zijn voorspellingen leest, dan denk ik inderdaad dat je daar op heel veel niveaus kunt zien dat idee van die laatste mens. Dat inderdaad types als Zuckerberg, die misschien zelf ook wel moeite hebben met de frictie tussen henzelf en de werkelijkheid. Of het aangaan van sociale relaties, allerlei instrumenten hebben bedacht om het voor ons gewoon geen inspanning meer te laten zijn. En dat brengt heel veel. Laat ik dat duidelijk zijn. Ik ben er op zich niet op tegen. Maar tegelijkertijd, ja, wat voor soort ethos roept dat dan op? Als alles altijd gemakkelijk gaat, ja, hoe verhoud je dan tot een publiek domein waar je plotseling iemand tegenkomt die je in de weg staat, in overdrachtelijke zin? Hans, het zijn allemaal vragen, maar ja. Ik wil ook een frictieloos antwoord. Een frictieloos antwoord? Die krijg je niet van me. Nee. Ik bedoel, uiteindelijk, natuurlijk, we moeten echt, en daar gebeurt gelukkig veel, die bedrijven die moeten wel veel steviger aangepakt worden, die verdienmodellen. En uiteindelijk gaat het over data. Van wie zijn die data nu eigenlijk? Ja, nog even tot de laatste vraag voor nu. Want waarom moeten die bedrijven aangepakt worden? En waarom is het zo negatief voor de mens dat al die data over ons worden verzameld? Ja. Nou ja, dat nogmaals, dat heeft te maken met die verdienmodellen. En je ziet het nu gebeuren, enorme polarisatie. Het is alsof zeg maar wat er online allemaal kan op sociale media, de manier waarop mensen elkaar daar naar het leven staan, aangevuurd door die algoritmen, die juist de berichten die het meest sensatie en ruring teweeg brengen, die komen bovenaan. Je wordt door YouTube naar juist de meer extremere video's geleid. Dat komt nu ook maar naar in de fysieke wereld manifesteert zich dat. Dat zie je in Amerika, je ziet het ook denk ik deels in Nederland, zeker nu met corona. Heel veel dingen worden op scherp gezet die daar al misschien al aanwezig waren. Ja. En ik denk dat zeg maar die dynamiek van sociale media, dat ja, wel echt een ondermijnend effect heeft op ja, wat we als samenleving gemeenschappelijk nog hebben. Ja, die algoritmes die sturen naar extremere content, waar dus heel veel mensen dan veel meer mensen mee in aanraking komen dan eigenlijk zou hoeven. Ja. En dat moet bijgestuurd worden. En misschien is het beschermen van onze data daar een stap toe.
Ja, ik zou data eigenlijk als nutsvoorziening willen zien. Net zoals elektriciteit of water. Ik denk dat we op die manier, al zou het als gedachte-experiment zijn, maar ik denk dat we op die manier naar moeten kijken. En ja, misschien is dat een extreme opvatting, maar eigenlijk vind ik datahandel een vorm van slavenhandel. We geven onszelf volledig weg, zonder ook maar een idee te hebben wat het precies doet. Ja. Zonder daar ook maar enige invloed op, of heel weinig invloed op te kunnen uitoefenen. Ja, de datahandel als slavenhandel. Daarover gaan we weer verder praten met Julia Jansen. Zij is kunstenares. Ze zou hier eigenlijk exposeren op de Dutch Design Week. En dat is door die dekselse corona in het water gevallen. Maar gelukkig hebben we haar wel aan tafel met een deel van haar installatie die ze hier zou maken. Welkom. Dankjewel. Jij hebt onderzoek gedaan naar wat voor data Facebook over jou heeft. Klopt, ja. Zelfs sinds ik eigenlijk al een tijdje Facebook niet meer actief gebruik, verzamelen zij nog steeds allerlei type gegevens over mij. En ik wilde eigenlijk met deze installatie in kaart brengen hoe dat zit, wat ze verzamelen en op welke manieren en waarvoor ze dat dus ook gebruiken. En was het makkelijk om aan Facebook te vragen, hey, wat voor data hebben jullie over mij? Bij Facebook was het bijna verdacht makkelijk, maar bij heel veel van hun partners wat minder. En een partner is Instagram? Ja, daar is het ook wel redelijk makkelijk, maar Facebook is van, Instagram is van Facebook. Maar bijvoorbeeld bij Spotify duurde het al wat langer en bij een winkel van de H&M groep heb ik het nog steeds niet binnen. Terwijl ik het al 40 dagen geleden heb aangevraagd. Ja, dat is eigenlijk grappig, want eigenlijk een van de grootste datarovers, in ieder geval die bekend is, Facebook, daar zou je van verwachten, die gaan echt niet vertellen wat voor informatie zij over jou hebben. Nou, wat interessant is, is dat zij, ook als je hun privacyvoorwaarden bijvoorbeeld doorneemt, dat ze eigenlijk zo overdadig veel uitleg geven over wat ze allemaal doen met die data, dat je eigenlijk helemaal niet meer doorhebt wat ze precies de kern is van het verhaal wat zij willen vertellen daarmee. En ik denk dat juist dat een hele interessante strategie is. Ze overladen, je met informatie, dat je door de boom het bos niet ziet. Ja. Hoeveel stukjes informatie heb je los weten te weken van Facebook? In deze installatie ga ik er ongeveer 3600 laten zien. Dat zijn dus stukjes informatie van Facebook zelf, die Facebook over mij verzamelt. Van Instagram, van Spotify en dus ook van een winkel die ik nog niet binnen heb. Dus even kijken, die 3600 stukjes informatie, die kwamen van Facebook zelf of van die combinatie van? Combinatie ervan. Okay. Maar het zijn natuurlijk, het is een fractie van de hele dataset. Het zijn echt miljoenen stukjes informatie. Die ze over ons hebben, per individu. Ja. Miljoenen. Ja, zeker. Ja. Wist je dat? Ja. Dat is het niet. Dan al niet miljarden. Ja, nee, zeker. Ja. Waar ze ook gewoon zomaar toegang tot hebben. Kan je misschien even een greep doen uit de stukjes data die ze van ons hebben? Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb hier een balletje met dus een stukje informatie. Dat ik op een advertentie heb bekeken, nog niet eens op geklikt, maar dat ik hem langer dan een seconde heb bekeken. Op 9 september om ongeveer 9:50 s'avonds van Greenpeace Nederland. Maar even wachten. Je hebt er minder dan een seconde naar gekeken. Zei je dat nou? Ja, als je er minder dan een seconde, of langer dan een seconde naar kijkt, dan wordt het geregistreerd als bekeken. Dus en deze heb je niet bekeken? Deze heb ik dus wel bekeken. Oh, sorry. Het is langer dan een seconde. Sorry. Ja. Dus, en dat is ook geregistreerd hoe lang je naar een advertentie kijkt. Ja, ze registreren hoe lang je ernaar kijkt. En ook waarschijnlijk binnenkort ook hoe je ernaar kijkt. Dus waar je ogen heen gaan op de advertentie. Door middel van die camera die in je smartphone bijvoorbeeld, ja, zeker. Dit. Dat is vrij omstreden momenteel of het nou wel of niet gebeurt. Maar ja, het wordt steeds belangrijker in de biometrische data. Dat je ook hoe je reageert op een advertentie en of je bijvoorbeeld naar de vrouw of naar de man kijkt, of naar de billen of naar de borsten bijvoorbeeld. Dat kunnen natuurlijk allemaal verschillende indicatoren zijn. Ja, lieve hemel zeg. Zonder dat je echt interactie maakt, ontwikkel je eigenlijk interactie door met je muis te bewegen, met je ogen te bewegen. Ja, je interacteert natuurlijk enorm met je scherm. En dat gaat helemaal geregistreerd worden. Dat wordt al heel erg geregistreerd. Ja, ik bedoel, maar dat ze ook. Oh, dat gebeurt nu al. Dat ze door middel van je cameraatje al kijken waar je naar kijkt. Nou ja, de camera is. Ja, dat vind ik lastig om daar uitspraken over te doen. Maar ze nemen natuurlijk constant het scherm op. Ja. Dus ik denk dat het een hele misopvatting is dat mensen denken dat data gaat over wat jij actief ergens plaatst of wat jij actief post. Het meeste wat Facebook over jou weet, of Instagram of een andere winkel of wat dan ook, is niet per se wat jij echt
doet daar of wat jij zelf deelt, maar veel meer over die nuances, over hoe jij dus inderdaad beweegt, hoe je leest, hoe je kijkt. Je gedragingen tijdens die interactie. Ja, want daar zit veel meer die psychologische kant in, wat zij heel waardevol en interessant vinden voor het personaliseren van de pagina, voor de content. Nog even wat van, dit is zo verhelderend, vind ik. Dus dit was, hier had je langer dan 1 seconde naar een advertentie gekeken. Ja, ik heb hier nog wel een vrij intieme send friend request. Dus alle vriendenverzoeken die ik ooit op Facebook heb verstuurd. Het is een map en hier zitten dan waarschijnlijk een paar honderd stukjes data weer in. Dus het is een mapje. Maar bijvoorbeeld ook cookies die zij registreren. Dus zij zien alle cookies die je op je computer of op je telefoon actief hebt staan. Ook je applicaties. Dus bijvoorbeeld Business Catalytics. Wat is dat? Ik heb geen idee. Er zit heel veel data tussen waarvan ik dus geen idee heb dat ik het ooit bekeken of gezien. Of in ieder geval niet bewust heb. Veel cookies die accepteer je natuurlijk met een klik. Maar heel veel zitten daar ook als third-party hosting network bijvoorbeeld achter. Heel veel dingen zou je niet herkennen. Dropbox bijvoorbeeld, die kennen we natuurlijk wel. Ik weet dat ik een Dropbox heb. Maar je hebt ook een cookie op jouw computer gezet, Dropbox. Ja. Ja, en een applicatie. Je onttrekt ook allerlei informatie van jou. Het is zeg maar, er is een verschil tussen kunnen zien dat je de cookie hebt geaccepteerd of dat zij een plugin hebben geplaatst. Dus bijvoorbeeld bij zo'n winkel of bij Marktplaats, bijvoorbeeld bij bol.com. Dat zijn plekken waar zij een plugin plaatsen, een pixel. En aan de hand daarvan kan Facebook dus ook zien wat jij op de site doet. Okay. Dus dat zijn verschillende manieren. Ja. Ja, dus het is en hoe weet je als je een site bezoekt dat er zo'n pixel mee is en dat Facebook eigenlijk meekijkt met jou? Dat ik weet is heel goed te verbergen. Dat zie je niet. Dat weet je gewoon niet. Nee, het is oprecht echt ter grootte van een pixel, dacht ik. Dat het echt gewoon ergens onderin de site wordt geplaatst. En volgens mij zijn ze wel sinds de AVG, dus op 25 mei 2018 inging, verplicht om dat te vermelden in de privacyvoorwaarden. Maar ja, jij en ik weet allebei dat niemand die leest. Dat staat ook heel de AVG goed. AVG is de Nederlandse privacywetgeving. Ja, de algemene verordening gegevensbescherming. Ja, voordat we verder gaan praten, moeten we even naar een stukje Zuckerberg, hoe spreek je het uit? Zuckerberg kijken, want hij verzekert ons dat de privacy bij hem in goede handen is. Laten we daar even naar kijken. Hi Ella, hope you're settling in okay. You know how I always say, everything you need is already within you? The truth is, there's only so much you can do by yourself. Welcome to the office. We all need people to get where we're going. Ask yourself who you're going to do it with. Welcome to F8. Today, we are going to talk about building a privacy-focused social platform. So that's why I believe that the future is private. Ja, wat moeten we hier nou van denken? Ik denk dat de toekomst, zeker op het internet, gaat om heel veel dingen behalve om privacy. Dat het veel meer gaat om data, om data-eigenaarschap, om controle en over je digitale identiteit. Nee, dat wil ik geloven. Zeker ook omdat je dus die 3600 datapunten hebt uitgeprint op pingpongballen. Dat is maar een kleine greep van de data die ze over ons hebben. Maar dat misschien wel de rijkste, de een na rijkste man van de wereld met glashard beweert dat hij instaat voor de privacy van al zijn gebruikers. Daar wil ik het even over hebben. Ja, they believe me, dumb fucks. Er gaat ook zo'n filmpje of zo'n op internet kun je het vinden dat hij ooit heeft hij dat zeg maar op een papiertje geschreven van dat hij dingen beloofde en dat mensen hem ook uiteindelijk ook echt geloofden. Dus inderdaad, dit is natuurlijk. Ik bedoel, dit dat zou gewoon een hele verdienmodel niet doen. Ik bedoel, het gaat erom dat ze zicht krijgen op onze data en de profielen kunnen maken en ook om hun kunstmatige intelligenties te voeden. En dat is waar veel data ook voor dient. Ja, zeker. Voor
die captcha, die beeldherkenning, dat je moet aangeven dat je geen robot bent. Dat zijn allemaal manieren. We zijn allemaal in dienst van bedrijven als Google en Facebook om hun kunstmatige intelligentie zo sterk mogelijk te maken en te laten voortgaan. Dus ja, the future is private. Ik ben benieuwd wat zijn ideeën van private dan eigenlijk precies inhoudt. Er nou, dat nooit is nooit iets dat zinnigs over gezien. Maar jawel, het is een hele goede pitch van hem. Want hij zegt, als je WhatsApp gebruikt, dan is het gewoon 100% encrypted. En ja, van de FBI tot CIA, de NSA, die gaat niet erachter komen wat jij en ik dan gewhatsappt zouden hebben, mocht als je een smartphone had gehad. Ja, maar dan heb je het wel over de inhoud van de berichten. Nee, dat klopt. Maar log aangegeven weten ze natuurlijk wel. Wat weten ze wel, Nou ja, de metadata erachter, dus welke groepen je beheert, waar je in zit, welke gesprekken je hebt met wie, op welke tijden. Dus de inhoud is inderdaad gecodeerd. Ja. Maar dat je berichten stuurt en met wie en op welke momenten en vanaf welke locatie, dat is gewoon openbaar. Of in ieder geval voor Facebook openbaar. Ja, en dat is nog steeds totaal... Dat is toch een totale surveillance eigenlijk. Ook al kunnen die berichten dan niet één op één gelezen worden. Ja, het zegt natuurlijk wel heel veel. Je kan er heel veel context uit halen. Nog even hierover. Want wat ik nog steeds ongelooflijk vind op het moment dat we erachter zullen komen dat de Nederlandse geheime dienst ons zou schaduwen en dat die allerlei spionageapparatuur op onze computers had geplaatst. Ja, dan zouden we kamercommissies hebben en grote schandalen. Maar op het moment dat een van de machtigste mannen eigenlijk van de wereld dit soort trucjes met ons uithaalt, is er een soort schouder ophalen. Het lijkt wel of het ons niet uitmaakt. Nou ja, wat ik heel interessant vind ook aan Mark en Facebook, zeker in de beginjaren van het internet, van Facebook. In 2004 heeft hij op een gegeven moment de Facebook Wall geïntroduceerd. Dus dat je die tijdlijn krijgt waarin je alle berichten eigenlijk van mensen kan zien als pushmeldingen. Nou, vlak daarvoor waren mensen super lyrisch over Facebook. Hè? Want je kan inderdaad de status van je vrienden zien, relatiestatus, nieuwe foto's, dat soort dingen. Maar je zag het op een profiel en je moest er naar zoeken om het te bekijken. En toen Facebook dus de Wall, of de tijdlijn, introduceerde, kwam er een enorm privacy schandaal. Dat iedereen zei, ja, maar dit is een schending van privacy, want ineens wordt de relatiestatus echt direct gestuurd naar je vrienden. Maar Mark zag dus in de data dat dus mensen veel langer op Facebook bleven hangen en dat ze ook veel het eigenlijk veel leuker vonden. Het plezier ging omhoog, terwijl de privacy schandalen eigenlijk opstapelden. En ik ben nu een boek aan het lezen van Stephen Levy over Facebook, de Inside Story, die hem dus echt de afgelopen 18 jaar heeft gevolgd. En ik vind dat heel kenmerkend over hoe hij daar ook op inspeelt van oké, er is blijkbaar een debat, dan kunnen we dat juridisch of met onze aandeelhouders een soort van wegstoppen, wegmoffelen. Maar de mensen vinden het eigenlijk toch wel heel spannend en heel leuk. En daar gaat hij natuurlijk op door. Ja, maar waar laat ons dat dan? Ik bedoel, gaat hij ervan uit dat hij er gewoon maar... Nou ja, dat wij onszelf heel erg kwetsbaar maken. Wij maken onszelf echt kwetsbaar tegen onze eigen luiheid en ignorance eigenlijk. Tegenover technologie en ook tegenover de makers daarachter. En dat zij ontzettend veel invloed hebben over hoe wij het leven consumeren. Over hoe wij nieuws consumeren, informatie consumeren. En over hoe wij ons gedragen. En dat we dat heel makkelijk in handen leggen van een aantal mensen die daar veel grip op hebben. Meer dan we denken. Ik denk dat wel een belangrijke observatie is. En dat heeft volgens mij ook met twee dingen te maken. In ieder geval met één ding, dat we misschien al van oudsher meer overheden wantrouwen dan dat we dat met bedrijven doen. We hadden het idee dat bedrijven die zijn toch uit op ons welzijn. Die overheden, die hebben een heel militair apparaat achter zich. Dus achter die bedrijven, dat valt wel mee. Nou, we komen nu langzaam tot het inzicht dat helemaal niet meevalt. Een goed punt dat je zegt, we hebben natuurlijk heel lang ook, en dat duurt nog steeds voort. Er zijn mensen die gewoon een soort Elon Musk en Steve Jobs als hun idolen hebben. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel mensen. Ja. De nerd als de nieuwe, de grote held. Hè? Dat was natuurlijk wel het beeld. En natuurlijk ook gevoed door de hele ideologie vanuit Silicon Valley. Het anarchistische wat er ook in zat. Het hele individuele. Het sloot ook mooi aan bij een zekere tijdgeest. Ja. En langzaam maar zeker is dat natuurlijk een heel creepy-achtig machtsgebeuren geworden. Dat soort zaken hebben ons misschien ook wel een beetje in slaap gesust. Plus, en dat is gelukkig, die discussie is nu ook, wordt ook door dit soort mooie voorbeelden duidelijk, technologie is niet neutraal. Dat is ook een besef of een bewustzijn dat lange tijd afwezig was. Er zitten waarden in onze technologieën versleuteld, impliciet of expliciet. Je zou zelfs kunnen zeggen, er zitten mensen in onze machientjes. En dus het is niet zomaar een ding dat je kunt oppakken en gebruiken en weer wegleggen en that's it. Nee, het hangt heel erg nauw samen met hoe onze samenleving op dat niveau wordt ingericht. Ja, maar als je daar dan verder op doordenkt, hoe kan je dan een Facebook creëren die niet
niet ons zo onze data aan het roven is. Ja. Ja, goed. Deels gaat dat over wetgeving, over overheden die echt moeten ingrijpen. Maar het gaat ook over design. En dus nu natuurlijk, je hebt privacy by design, ethics by design. Dus het idee dat al in het ontwerp moet worden meegenomen. Dus je moet denken over van ja, welke waarden vinden we als samenleving van belang? En zitten die wel in die technologieën versleuteld? Of zitten daar waarden in die juist alles wat we van waarde vinden ondermijnen? Dus dat betekent ook uitlegbaarheid. Maak die technologieën open. We moeten het ontmythologiseren. Zien wat erin zit. Misschien ook echt gewoon tastbaar maken. Nou ja, daar is kunst natuurlijk of design kan daar ook een rol bij spelen. Dus ja, dat soort strategieën denk ik. Ja, en ik denk ook, we hebben het heel vaak over wel of niet Facebook gebruiken. En dat is natuurlijk een hele goede vraag om te stellen. Maar ik denk dat we veel een laag daaronder moeten gaan zitten. En ook niet alleen op wetgeving, want we hebben momenteel best wel goede wetgeving. Maar die wetgeving sluit eigenlijk niet per se aan op de technologie en hoe de technologie gebouwd is. Dus bijvoorbeeld wanneer je nu iets googelt of inderdaad iets liked op Facebook, dan zijn die gegevens van dat platform. Dus mijn zoekresultaten zijn eigendom van Google en ik krijg er inzicht toe als ik dat aanvraag. Maar dat is natuurlijk eigenlijk bizar en dat past heel erg bij die jaren 90 soort van liberale kapitalistische marktdenken van de markt lost het wel op. Maar hoe zouden we dat dan dat stukje in wetgeving kunnen oplossen dan? Dat alle zoekgegevens dan ook van mij zouden zijn? Ik denk dat het een stukje wetgeving is, maar ook de technologie zelf. Dus bijvoorbeeld die infrastructuur erachter. Als je bedenkt dat jij niet de gebruiker bent, maar het product van een Facebook of een Google of een ander groot techbedrijf, dan zou die informatie eigenlijk altijd van jou moeten zijn of in ieder geval onder jouw beheer moeten staan. En dat je hebt zeg maar een technologie stack, dus je hebt de applicatielaag, je hebt de servicelaag, allemaal verschillende lagen waaruit die technologie is opgebouwd. En eigenlijk als je dan in die meer onderste laag gaat zitten, in hoe die informatie eigenlijk zich beweegt, daarin zouden we al veel ingrijpendere keuzes kunnen maken. Want dat betekent dat je niet een soort van beroep hoeft te doen op ethiek bij een bedrijf. Wat eigenlijk gebouwd is op, nou, we willen gewoon winst maken, we hebben aandeelhoudersbelangen. Je hebt het echt over de technische architectuur van ja, het internet. Zeker. En ja, je bedoelt dan op het moment dat ik dan wat aan het zoeken ben op de Google Search Engine. Ja. Dat het zo gebouwd is dat al niet bij hun terechtkomt? Of dat ze er toegang tot kunnen krijgen als jij daar toestemming voor geeft. Of als jij daar afspraken over maakt. Maar is dat technisch mogelijk? Want ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld meneer Tim Berners-Lee. Een van de schrijvers van HTML, URL en HTTP. Dus de fundaties van het wereldwijde web. Hij is bezig met Solid bijvoorbeeld. Daar technologie voor te ontwikkelen. En ik denk dat heel belangrijk is dat je het hebt over je identiteit hierin. Dus je digitale identiteit. Want momenteel wordt hij dus heel erg bepaald door bedrijven. Hij wordt opgelegd op basis van de data die hij vertoont. Maar kijk, in je fysieke wereld, je kiest een rol die je aanneemt. Hè? Presentator of vader of zoon of dochter of een student op het moment. Op het internet heb je daar eigenlijk geen gelegenheid voor. Want jouw identiteit wordt geconstrueerd door de data die jij vertoont en die zij verzamelen en combineren. Maar hoe ze dat verzamelen en combineren, dat blijft een heel gesloten systeem. En Facebook speelt daar een hele grote rol in. Ja, ja. Dus jij kan wel denken van, nou ja, via Instagram of Facebook ben ik die en die persoon. Ben ik wel die vader en ben ik wel die sporter. Maar achter die sluier ben ik een dataset en die ziet eruit van, ja, dat is een man die Greenpeace advertenties bekijkt en weet ik al wel niet. Dus dat hoeft helemaal niet te corresponderen met wie ik graag wil zijn, hoe ik mezelf wil laten zien. Bedoel je dat? Nee, omdat die systemen heel gesloten zijn, ja, weet je natuurlijk niet wat ze waarbij toevoegen. En welke aannames en welke conclusies ze verbinden aan jouw gedrag. Nee, dat begrijp ik. En dat begrijpen, nou, dat begin ik te nauw nood te begrijpen. Het is een abstract gesprek eigenlijk. Van wie, hoe, ja, wat voor digitale representatie hebben wij achter, oh, onder de motorkap, zeg maar. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, er is wel technologie dat je dat veel beter, dat je dat veel beter in eigen hand kan houden. Je identiteit op het internet. Ja, dat is nu heel erg in ontwikkeling. Dit project is eigenlijk begonnen omdat ik onderzoek wilde doen naar, het heet data provenance. Dat is een vrij datawetenschappelijk systeem om eigenlijk de levensloop van een stukje informatie in kaart te brengen. Data provenance. Data provenance, ja, inderdaad. Dus bijvoorbeeld, het wordt in de journalistiek zou het bijvoorbeeld heel erg relevant zijn, omdat je bijvoorbeeld in het stukje informatie zelf
zelf kan zien waar het vandaan komt. Maar ook waar het is in handen is geweest. Of het is ingezet in een algoritme, of er aan gesleuteld is, of er waarde is toegevoegd, afgenomen. Het is een soort van het citeren van in een boek van waar je een bron vandaan hebt, maar dan eigenlijk in de hele levensloop van een stukje informatie. Dus dan kan je het veel beter controleerbaar maken eigenlijk. Ja, ja. Dus als we dat even naar een huidige situatie kunnen vertalen, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er zijn weer schandalen over e-mails van de zoon van kandidaat Joe Biden. Op het moment met die data provenance, als je dan op Twitter zou zien, smerige mails van Hunter Biden. En die data provenance zou je kunnen zien, een soort watermerk, precies wat de bron van dat bericht moet zijn. Ja, waar het gemaakt is, waar het in handen is geweest, hoe het zich heeft verspreid, dus naar welke verschillende bronnen het is gegaan. Kijk, als je het heel bazaal wil uitleggen, is het, je groeit ergens graan bijvoorbeeld, of mais of wat dan ook. En er wordt vastgelegd over hoeveelheden dat mais bijvoorbeeld naar de boer gaan om er meel van te maken, voor pasta of voor een tortilla. Ja, het klinkt als een heel mooi systeem. Of mensen dat gewoon die... Kijk, als je in de supermarkt loopt, dan ga je toch ook weer niet het hele etiket lezen. Je gaat toch gewoon... Ja, af op het huismerk of het aanmerk. Of, ja. Het is zeg maar qua denken vind ik het wel heel erg interessant en ook heel relevant. En tegelijkertijd denk ik van ja, je zou ook kunnen, zeker voor dan de gemiddelde consument of gebruiker handzaam, is van nou ja, laten we nou gewoon net zo producten die we nu als groen zien of als verantwoord geproduceerd. Je kunt natuurlijk op allerlei applicaties, kun je ook dat soort etiketten op basis van criteria, daar moet je het dan over eens worden. Ja. Maar dat een gebruiker meteen ziet van oh, wacht eens even, dit is rood. Nou ja, de privacy is hier niet gewaarborgd. Of dat product is gemaakt op een manier die niet milieuvriendelijk is. Ja. Dus dat zou ik ook wel iets zijn waar je mee en die bewustwording kunt vergroten. En die bedrijven misschien ook aanzet. Nog harder aanzet van, hey, wacht eens even. Als mensen ons daar nu echt op basis van dit soort... Als dat echt zichtbaar weer wordt. Ja, daar moeten we dan ook iets mee. Ook al willen we nog natuurlijk vooral geld verdienen. Maar geloven we er misschien niet echt heilig in. Ja. Maar het is in ons eigen belang om hier toch groen te gaan produceren. Ja, aanstekens. Ja. Nou, en het is ook in het belang van de bedrijven zelf. Ik bedoel, ik vind denk ik nog belangrijker dan de hele privacy discussie is de innovatie discussie. Ik bedoel, omdat bedrijven zoals Google en Facebook toegang hebben tot al die data, blijven ze altijd heel veel stappen voor. Want met meer data kan je gewoon betere systemen bouwen en nog betere systemen bouwen om nog meer mensen naar je platform te krijgen. Dus dat blijft natuurlijk een beetje in cirkeltjes lopen. Als we niet die data beter gaan distribueren, dan krijgen we alleen nog maar monopolisten die inderdaad een verdienmodel hebben op het uitbuiten van jouw aandacht. Krijgen, die hebben we nu. Ja, maar dat wordt natuurlijk nog steeds groter. We hebben het nu over heel veel data die we op bepaalde manieren verzamelen, maar we maken natuurlijk steeds meer dingen die we dragen en auto's. Het wordt steeds meer slimme technologie, om het maar zo te noemen, met veel intiemere data. Ja. Dit is op zich ook alweer een dystopisch beeld van de monopolisten die nog meer data verzamelen en daardoor altijd de voorsprong blijven behouden. Hoe somber, hoe pessimistisch, optimistisch zijn jullie over onze technologietoekomst? Ja, ik was een aantal jaar geleden merk ik toch iets optimistischer dan ik op dit moment weer ben. Misschien heeft het ook te maken met dat je ook steeds meer, dus waar we het net even over hadden, die polarisatie. Je ziet hoe zeg maar die dynamiek van online ook offline zich begint te manifesteren. En ook precies wat jij zegt, het idee dat toch wel dat die bedrijven zoals Facebook en Google inmiddels een enorme voorsprong hebben in kennis en kunde. En dat veel geprivatiseerd raakt. Je ziet dat nu met onderwijs. Die bedrijven die laten hun mooiste gezicht zien en die zorgen ervoor dat onderwijsinstellingen allerlei mooie producten van hun krijgen, zodat we online onderwijs kunnen volgen. Maar ja, de vraag die je dan hier zou moeten zeggen van ja, is dat wel de oplossing voor dit probleem? Of is het aanvullend en moeten we misschien kijken naar kleinere klassen? Wat willen we als samenleving eigenlijk? En die vraag wordt niet gesteld. En die vraag wordt te weinig gesteld. En Naomi Klein die heeft het ook over een Screen New Deal in dit opzicht. Die had een heel vlammend pamflet geschreven, waarin ze laat zien, die bedrijven proberen nu ook deze crisis weer natuurlijk te gebruiken om hun producten bij ons door de strot te duwen. En ons allemaal hybride onderwijs bijvoorbeeld te laten volgen. Omdat dat is dan nu het modewoord. En het is ook heel fijn dat dat kon even. Maar nu zijn we weer een fase verder. En moeten toch ook nadenken over, misschien willen we wel die leerlingen naar buiten sturen. Of buiten onderwijs geven. In plaats van ze weer achter een scherm te zetten. Ik zie gelukkig ook heel veel mooie dingen gebeuren. Mooie initiatieven die echt hoopvol zijn. Ik zie overheden die aan het terugduwen zijn. Zeker in Europa en nu ook in Amerika. Dus er gebeurt heel veel. Maar soms vraag ik me af, net zoals met de klimaatcrisis, is de geest niet al zo ver uit de fles dat het bijna onmogelijk wordt
wordt die er nog ooit terug in te krijgen? Nou, niet zo fijn vooruitzicht. Maar goed, het is, zoals Trump zegt, het is wat het is. Maar is het wat het is, Julia? Nou, ik moet zeggen, ik heb altijd heel erg de neiging om inderdaad heel erg in wat er allemaal mis is te praten. Maar eigenlijk ben ik best wel optimistisch, maar het wisselt heel erg. Inderdaad, dus het fluctueert soms wel wat mijn gevoelens erover zijn. Wat maar zei, inderdaad, zei je? Het fluctueert wel wat mijn gevoelens zijn daarover. Ik denk dat er zeker heel veel kansen zijn, maar dat we wel echt inderdaad de juiste vragen moeten gaan stellen. En ook veel meer moeten focussen op wat data wel kan toevoegen aan onze samenleving, in plaats van wat het alleen maar kapot kan maken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel kansen voor de gezondheidszorg, voor infrastructuur, voor veiligheid, om met data hele mooie dingen te doen. Maar zo hebben ze ons ingeluisterd met die beloftes. Dat klopt. Dus. Maar dat is natuurlijk wel keuzes die we als maatschappij nu kunnen maken. En ik denk dat een soort van die hele beetje naïeve houding tegenover van wat de impact is van big tech bedrijven. Dat we die langzaam moeten eigenlijk inwisselen voor iets meer een. Net zoals dat je in die fysieke wereld eigenlijk een soort van constant bewust bent van inderdaad keurmerken of met wat voor dingen je wilt kopen, waarmee je wil associëren. Je moet op het internet misschien een soort van intuïtie ontwikkelen van die je ook in het echte leven hebt misschien. Ja. Ja, precies. Maar goed, dan heb je ook aanbieders nodig die dat ook geven. Ja. Privacy-bestendige websites en dat soort dingen. Die aanbieders zijn er misschien nou helemaal niet. Dus... Die zijn er wel. Die zijn wat minder zichtbaar voor de meeste mensen. Ja. En dat is natuurlijk wel het lastige, omdat je nu een beetje krijgt wat mensen dan privacy willen noemen, iets wordt voor mensen die zich daar de hele dag mee bezighouden. Dus denk ook, ik vind het mooi dat je de klimaatcrisis of de klimaatverandering als voorbeeld neemt. Ik denk dat er heel veel overlap in zit. Dat we het jarenlang hebben gezegd, het valt wel mee, het zal wel, hoe erg zou het nou zijn, niks te verbergen. En dat inderdaad nu mensen een beetje doorhebben van, dat is inderdaad toch best wel veel impact. En dat we nu ook inderdaad die keuzes moeten gaan maken. Maar, ja, en aanvullend erop, qua hoopvol, om toch ook met een hoopvolle toetsen hier nog iets toe te voegen. Is, wat je ziet natuurlijk, je hebt natuurlijk het Amerikaanse model van het hyperkapitalisme dat surveillance kapitalisme wat daar dus mee samenhangt. Dan heb je het staatskapitalisme, zou je kunnen zeggen, van China, dat ook wel heftig is qua surveillance. En we hebben natuurlijk als Europa wel de mogelijkheid om daar een derde model tegenover te zetten. En daar zie je nu wel aanzetten toe. Dat is een model dat is wel rekening houdt met bepaalde mensenrechten, met privacy, met een zeker idee van wat menswaardig is. Dat soort oproepen zie ik ook wel in het politieke discours plaatsvinden, maar ook gelukkig internetactivisten die daarmee bezig zijn. En dat zou op termijn, zou Europa bijna een soort toevluchtsoord kunnen worden voor mensen, voor digitale vluchtelingen die niet meer in een van die meer totalitaire digitale infrastructuren willen zitten. En dan krijgen we misschien een nieuwe verlichting hier wel. Een nieuwe verlichting in Europa? Ja, op basis van een internetstructuur die menselijk, meer menselijk is en rekening houdt met rechten, met waardigheid, met autonomie, met handelingsvrijheid en noem maar op. Nou, daar wil ik het graag bij laten. Dankjewel, Julia. Dankjewel, Hans. Dit was alweer het derde gesprek hier vanaf de Dutch Design Week in Eindhoven. Er volgt nog één studiogesprek. Dat ga ik voeren met Geert-Jan Bogaerts. Hij is hoofd digitaal van de VPRO. En met een hoogleraar beslisskunde, Chris Snijders. Hij heeft onderzocht waarom mensen soms niet willen luisteren naar algoritmes. Ook heel interessant. Ik dank u hartelijk voor de aandacht en tot de volgende keer.